Verstappen Games. Wij staan in een parkeergarage. Wat doen we hier? We gaan naar een LAN-party. We gaan naar een LAN-party. We gaan naar de party. Ik heb het aangekondigd vorige week dat ik hier ben. Uitgangers, die kant op. Gewoon lekker chillen met jullie hier. We gaan proberen te livestreamen en jullie ontmoeten. Dus ik ga jullie meenemen. Blijf lekker kijken hoe dat er precies helemaal uitziet. Een LAN-party in Eindhoven, genaamd The Party. Mijn first impression van de party is dat het een heel stuk groter is dan dat ik in eerste instantie dacht. Mijn idee was namelijk dat het op zich vrij klein zou zijn, dat er af en toe hier eens een paar pc'tjes stonden. Maar het is veel groter dan dat ik dacht en er zijn ook gewoon veel meer mensen dan dat ik dacht. Wat ik gelijk opviel is dat het fucking warm was. Ik kwam binnen en gelijk kwam er gewoon een soort van hittegolf in mijn gezicht. Het is echt wennen, want je ook meteen een geur en zweetgeur, echt één lang gaming. Zoals je kan zien, echt enorm veel schermen. En toen ik hier binnenkwam met de groep, het eerste wat ik rook was dat hier goed gegamed wordt. Ik rook een soort angst van verliezers, een soort winstgeur van winnaar. Ik wil u uitnodigen in mijn League of Legends Pro Team Silver Division 4. U bent hier aan het juiste adres gekomen, ik zag u al op afstand. U bent een gamechick. Toevallig niet, want ik kan helemaal niet computeren. Nee? Hallo mevrouw, ik zie u in ogen dat u heel goed bent in League of Legends. Nee, niet echt. Dus u bent niet van top, mid, bot? Ik heb geen idee waar het over hebt. Want ik moet namelijk Mark, moet ik namelijk met League of Legends ownen. Ik denk dat u me wel kan helpen, toch? Ik weet het niet. Ik moet eigenlijk gaan. Nee, dankjewel. Oh, oké. Nou, nog steeds niemand wil mijn League of Legends Pro Team joinen op een of andere manier. Yo, ik ben Timo en we zijn hier bij The Party. Het is super vet, heel veel zwetende mensen wel en heel veel van die beeldschermen met spelletjes erop. En heel veel mensen die veel beter in gamen zijn dan ik, maar dat is logisch, want ik ben ook hartstikke slecht. Ik heb trouwens nog nooit zoveel gamers bij elkaar gezien in één grote ruimte. Dus ik vind het heel vet. Wat vind ik van dit game event? Ik vind het fucking vet. Ik vind het best wel bruut dat je hier gewoon 3 dagen gaat zitten, lekker gamen met je maten. Daar heb ik best wel respect voor. Zelf hou ik dat niet vol in zo'n donkere ruimte. En zoals je ziet achter me, game is echt voor jong en oud. Er zit hier... Meneer, hoe oud bent u als ik vragen mag? 43. Kijk, dat bedoel ik. Deze man is 43. Loopt lekker League of Legends te spelen. Super tof. Blitzcrank. Op Aram. En voor iedereen kan dat gewoon. Iedereen kan het. Yo mensen, ik ben Joris en welkom hier op de party. En ik wilde het hebben over het eten hier, want als je een beetje zo kijkt hier, gaan we eens even kijken wat ze hier allemaal hebben. We hebben hier lavash kiri, cheese dippers. We hebben hier gewoon goede, lekkere drank. We hebben hier, dat is eigenlijk nog best gezond. Ik had eigenlijk verwacht dat hier nog eigenlijk redelijk vet voedsel was. Dan is daar dan wel een Unox worstenzaak waar je lekkere worst kan halen en ook gewoon KFC staat hier om de hoek. Oh, we hebben hier ook gewoon normaal snoep. We hebben hier chocola. En we hebben hier het laatste. Ik weet eigenlijk niet wat het zijn. Gewoon energie, vitamine C snoepjes, dextro dingen. Oké, nou heb ik dus een heel fout image gegeven. Er wordt hier dus toch niet zo gezond gegeten als ik eerst dacht. Ze hiden het gewoon heel goed.